gebracht. Sowieso. Ik ga het niet keer aan, ik weet het nu al. De tapier. Benny. De Maleise tapier. Ja, misschien wat dat is. Is dat een hier of zo? Ik weet niet. Een soort van zwartvoetpinguïn. Is dat gewoon geen hyena of zo? Ik weet het niet. Een aap of zo. Nee? Wes! Sta je wel? Een vlinder. Een zebra. Een giraf. Een giraf. Een giraf. Is het zo het hier? Een vogel. Meeuw. Een okapi. Een medianelpaard. Is het een nelpaard? Nee, dat is... Ik weet het. Een zo dat zwart diertje, dat weet je juist. Dat is zo zwart met wit, hè. En het juiste antwoord is de tapiers. What the fuck? En dat was een pure hok. Is dat echt? Oh my god. Ik ben echt slim. Ja. De tapiers maken eigenlijk verschillende soorten geluiden, maar hetgeen wat het hardste opvalt is toch wel hun gefluit. Dat kunnen ze echt super luid doen. Dat kan zelfs tot 500 meter ver zijn dat je dat nog hoort. Heel vaak is hun gefluit dat ze opgewekt zijn of vrolijk zijn, maar ook in de bronstijd, als ze achter elkaar aan het lopen zijn, fluiten ze zelfs extra hard. Dat moesten we eigenlijk weten, hè? Dat is het lievelingsdier van de papa. Ja. Oh, daar moeten we nog naar gaan kijken, hè? Ja, daar moeten we nog naar gaan kijken. Ha ha ha.